De Mooi Barenprijs wordt elke 2 jaar uitgereikt aan een instantie of persoon die naar oordeel van de stichting een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het mooie van Baren. Dat kan een restauratie zijn van de zo kenmerkende villa's of kleine huizen, maar dat kan ook een waardering zijn voor een helemaal een nieuw initiatief dat de kwaliteit van Baren versterkt. Dus een goed innovatief plan waardoor het mogelijk wordt bedrijventerreinen een groene landschappelijke uitstraling te geven. Zo konden we niet heen om het ontwerp van Nieuw-Nederland Architecten voor de herinrichting van het bedrijventerrein Noordschil. Een plan wat niet alleen voor Baren van belang is, maar ook een uitdaging is voor de vele verwaarloosde bedrijventerreinen langs de Nederlandse snelwegen. De Noordschil is ook aan een facelift toe. Mooi Baren hoopt dat het bestuur van de Stichting SOM in staat zal zijn samen met de gemeente haar plannen in de toekomst op een doortastende wijze te realiseren. En wij wensen iedereen daarbij heel veel samenwerking, motivatie en vooral succes. Nieuwe plannen en nieuwe inzichten voor een industrieterrein. Hoe is dat zo? Dit plan, dat is eigenlijk 2,5 jaar geleden zijn we eigenlijk met de ideeën begonnen. Naar aanleiding van de vraag van Hartog, afvalverwerkend bedrijf, die eigenlijk op zoek waren naar ruimte. Zo moet je het zien. En die hadden een ruimtebehoefte van ongeveer 3 hectare uitbreidingsbehoefte, waarnaar ze zocht. En wij hebben destijds een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden van het terrein de Noordschil. Eigenlijk in een zoektocht naar ruimte, zo moet je het zien. En toen hebben we dat terrein van bovenaf bekeken. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat de grond van dat bedrijventerrein is ongeveer 16 hectare. Dat die grond zo ontzettend inefficiënt gebruikt wordt. Als je van bovenaf naar de gebouwen kijkt, dan is maar 40% van de grond is bebouwd. Oftewel 60% is leeg. Nou, simpel rekensommetje. Leert je dat er dus meer dan voldoende ruimte is hè, om die, om die gevraagde 3 hectare te realiseren. Alleen het feit dat al die ruimte versnipperd ligt tussen alle verschillende gebouwen, dat brengt met zich mee dat je daar eigenlijk nu niks mee kunt. Nou, en dat is nou precies het probleem van de bedrijventerreinen in Nederland. Bedrijventerreinen zijn van oudsher altijd opgezet vanuit een vrij verkavelingsprincipe. De overheid gaf stukken grond uit en ondernemers kochten een kavel en bouwden hun eigen gebouw. Nou, eigenlijk naar aanleiding van die conclusie van er is wel ruimte, maar het zit versnipperd, hebben wij bij onszelf de vraag gesteld van goh, als je nou met een schone lijst zou kunnen beginnen, zou je het dan slimmer kunnen doen? Hè? Zou je die ruimte dan slimmer kunnen gebruiken? Als je dat schematisch over de Noordschil zou uitzetten, kwamen wij tot de conclusie dat je dan een bebouwd oppervlak zou kunnen realiseren van tegen de 60%. Hè, ten opzichte van 40% nu, zou dat een verdichting met meer dan 50% extra bebouwd oppervlak betekenen. Nou, om een idee te geven, alle beleidsnotities van de Rijksoverheid, Die hebben als doel gesteld om op bestaande bedrijventerreinen met 10 tot 15% te verdichten. Dus dit zou 3 keer zover gaan dan waar de Rijksoverheid nu naar streeft. Nou, dan hebben we eigenlijk geredeneerd van nou, als je nou al die bedrijfsgebouwen aaneengeschakeld zou kunnen bouwen. En je bouwt die gebouwen zeg maar, tegen het verhoogde talud van de A1 aan, de snelweg aan. Dan zou je over die gebouwen een constructie heen kunnen maken waar je het landschap overheen zou kunnen laten lopen. Waardoor je het beeld vanaf de snelweg weer landschappelijk maakt, groen maakt. Waardoor je eigenlijk die gebouwen aan het zicht onttrekt. Je creëert daardoor als het ware een soort tweede maaiveld waarop bijvoorbeeld gerecreëerd zou kunnen worden. Hè. Dus mensen die hier werken zouden tussen de middag lekker een wandeling kunnen maken of een boterhammetje op kunnen eten. Je kunt zelfs denken aan bijvoorbeeld sportactiviteiten. In ieder geval zijn er allerlei mogelijkheden voor denkbaar. Met andere woorden, je creëert 50% verdichting. Je creëert een groene en daarmee aantrekkelijke omgeving om in te leven. En in onze redenatie zou je naast bedrijfsbebouwing ook kunnen denken aan kantoorbebouwing, aan retailachtige voorzieningen. En als je heel ver zou denken, zelfs aan wonen.
Want waarom zouden we niet weer kunnen wonen naast de plek waar we werken? En daarmee denken we eigenlijk een soort oplossing te geven op het fenomeen dat we eigenlijk de afgelopen eeuw onze samenleving zo ontzettend hebben gescheiden. Wonen en werken is gescheiden, onderwijs en wonen is gescheiden, zorg en wonen is gescheiden. Waardoor je toch allemaal een beetje monoculturen hebt gekregen. Nou, en als je nou naar bedrijventerrein kijkt, het grote probleem van het gemiddelde bedrijventerrein is sociale controle. Het feit dat er 's avonds niks gebeurt en in de weekenden niks gebeurt. Op het moment dat je functiemenging zou nastreven, kun je juist ook op die tijden waarop het nu niet gebruikt wordt, zo'n gebied weer gaan gebruiken. Nou, en als je dan doordenkt, dan ontstaan er opeens ook kansen voor een horecagelegenheid. Dan ontstaat er een kans voor een uitbaten van een kroeg, om ergens een kroeg te beginnen met een terras. Waardoor mensen na het werk ergens een biertje kunnen drinken, elkaar kunnen ontmoeten. Nou, op het moment dat mensen elkaar ontmoeten, dan krijg je kruisbestuiving, dan krijg je activiteit. En dan ga je ook een economie ga je meer aanjagen. En dat zijn eigenlijk een beetje de basisgedachten achter het hele plan. Dus het is niet zo dat wij nou een grasdak hebben bedacht om een grasdak te bedenken. Helemaal niet zelfs. We hebben eigenlijk een opzet bedacht waarbij we de grond veel efficiënter kunnen gebruiken. Waardoor de gemeente bijvoorbeeld het naastgelegen stuk grond niet hoeft te ontwikkelen. Wat aanvankelijk wel het idee was. Met andere woorden, het is een oplossing om zorgvuldiger om te gaan met de gronden die je al bebouwd hebt. En het op te waarderen tot een hoogwaardigere